En mijn onderzoek gaat over neuroendocrine tumoren. Het zijn hele zeldzame tumoren die voornamelijk voorkomen in het maag-darmkanaal. En wat we binnen de nucleaire geneeskunde doen, is dat we een eiwit hebben. Dat gaat op die receptor zitten. En dat eiwit, dat maken wij radioactief. Het is natuurlijk ontzettend mooi dat we een radioactief stofje in de bloedbaan kunnen spuiten. En dat komt helemaal juist op de tumor terecht. Ja, op die manier kunnen we tumoren echt heel goed behandelen. En we zien ook een toename van kwaliteit van leven. Dus ze voelen zich echt een heel stuk beter. Hebben minder pijnklachten. Bij dit onderzoek gaan we kijken naar een nieuw radionuclide, dus een nieuw radioactief stofje. En gaan we kijken of dat beter werkt dan de huidige behandeling.